We hebben traditiegetrouw een wereldster in ons midden. Eerder deze maand werd hij op Buckingham Palace in Londen tot ridder geslagen. Cliff Richard. En het zindert hier al vanaf de middag. We hadden geloof ik 15.000 mensen hier binnen kunnen hebben. Want ook al is hij intussen 55, Cliff en blijft Cliff. Niet waar, Angelique? Ja, dat klopt. Wat is er nou zo bijzonder aan Cliff Richard? Ik vind hem gewoon helemaal fantastisch. Ik bedoel, die man die gaat al zo lang gaat die mee. Zijn stem die is gewoon optimaal. En de liedjes hebben gaat gewoon met zijn tijd mee. Ja. Maar is hij nou in? Is het op school in om te zeggen dat je fan van Cliff bent? Nou, nee, helemaal niet. Je kunt het beter stilhouden. Oh ja? Jij moet het stilhouden? Nou, je wordt ongelooflijk getreiterd. Je bent een beetje buitenbeentje als je niet uitkijkt. En ik ben gewoon heel hard. Ik ga er gewoon tegen in. Want hij is gewoon voor mij de persoon voor wie ik fan ben. Hey, wat en lekker. Ik ben er trots op. Ja? Want het kan niet aan zijn leeftijd liggen. Want als je zegt dat je fan van Mick Jagger bent, dat kan allemaal, hè? Dat is bon ton. Nee. Maar ja, Cliff is natuurlijk een beetje, denk ze dan een beetje een softie of zo. Van, hij kan niet, hij zingt geen ruige rock of zo. Hij is veel te netjes en zo. Is het een softie? Nee, helemaal niet. Vind ik niet. Nee. Naast jou zit Arno. Arno, wat vindt een jongen van jouw leeftijd aan Cliff? Ik bewonder hem ontzettend omdat hij voor mij hele goede muziek maakt. Maar ja, dat maakt heel veel goede muziek. Maar ik vind zijn stem heel goed en hij blijft zo normaal. Ondanks zijn beroemdheid blijft hij heel gewoon doen. Jullie zijn net zo keurig als hij zelf. Hij zit in de kleedkamer hierachter. Hij kan nog niks horen, want de vertaler die het zou vertalen had een lekker bandnet. Dus we kunnen nog alles over hem zeggen wat je wil. Ik zal geen vreemde dingen zeggen. Stort je hart uit, zou ik willen zeggen. Nee, dat, bij mij kan er niks kwaads over hem uit mijn mond komen. Jij studeert in Delft. Wat vinden je medestudenten van het feit dat je fan van Cliff bent? Ze begrijpen het niet. Als je het zegt, ik had een sticker op mijn agenda zitten en dan vragen ze wie is dat? Dan zeg ik Cliff Richard. Oh, leeft hij nog? Of die is toch antiek? Naast jou zit Els Geurts. Ja. Els, je bent 45. Jij bent dus al heel lang fan waarschijnlijk, hè? Ja. Wat vind je nou het lekkerste van hem? Zijn ogen. Als ik daar naar kijk, dan... Dat drijft je helemaal... Jij drijft als... Ja? Dat, hoe heet het nou? Je vergeet zelfs hoe het heet nu. Prachtig. Smelt, ik smelt. Ja. Dus als hij je aankijkt, dan zit jij stuk. Ja. Dan was hij 14 oktober jarig. Vier jij dan ook zijn verjaardag? Dan vieren wij zijn verjaardag thuis. Dan haal ik koffie met gebak in huis. En dan zing jij congratulations de hele dag? Ja, nou ja. Hoe is het met je kinderen? Je hebt twee zonen, geloof ik. Zijn die ook fan? Niet echt. En die ene zoon die moest naar Zolder, hè? Vanwege Cliff. Leg eens even uit hoe dat zit. Dus die is helemaal niet blij daarmee waarschijnlijk. Nee, nou, hij ging naar Zolder. En dan heb ik daar een museum gemaakt. Je hebt thuis een Cliff Richard museum? Ja, ik heb een eigen museum. Ja, dus, je hele bureau staat vol met alles. Die hele kamer is gewoon een soort alles museum. Alles rondom alles, tot aan het plafond. Alles rondom alles. Ja, het gaat ver, hoor, vind ik. Wat is het meest bijzondere wat je hebt? Nou, misschien mijn potje grind. Hallo, een potje grind? Wat is dat voor grind? Die heb ik gestolen bij Cliff uit de tuin. Hoe kunnen wij ooit controleren of het echt grind van Cliff is? Nou, ruiken. Ik was erbij. Ik heb getuigen, zij was erbij. Waar ruikt het naar? Naar een bachelor boy? Hij zei net naar zijn hondjes. Die hadden er overheen geplast, zei hij net. En in 88 was je natuurlijk bij het grote concert in Wembley, hè? Ja, ja. Daar stond je op de eerste rij? Ja, helemaal. Wij staan me vooraan. Hoe laat was je daar om daar op de eerste rij te kunnen staan? Ik denk dat we s'nachts niet eens, die nacht ervoor niet eens weg zijn geweest. Je zijn bent hele nacht bij Wembley geweest. Je bent daar gewoon gaan staan en dacht zo. Wij blijven hier. Dat was een hoogtepunt van je leven, dat concert waarschijnlijk. Ja, ja. Toos, heb je hem ooit ontmoet? Nou, verschillende keren. Hoe is hij als je hem gewoon ontmoet? Geweldig. Ja? Ja, geweldig. Echt. Ja, ik kan er niet meer toevoegen. Dus gewoon... En heb jij hem wel eens wat gegeven? Want jullie hebben allemaal wat zij heeft grind meegenomen. Maar geven jullie nu ook wat aan hem? Ik geef vaak iets. Ja, ik heb bijvoorbeeld mooie Nederlandse tulpenbollen gestuurd. En de tuinman die wees me ook van... En die staan nu in het grindpad daar waarschijnlijk. Ja, nee, rechts. Rechts om de hoek. Aan de zijkant van het huis, daar staan ze. God, jullie kennen dat huis ook helemaal, hè? Hoe woont hij? Prachtig. Ja, heeft een gewone wc en een badkamer zoals wij allemaal? Zo zijn we nog niet geweest. Oh. En heb je nog meer gegeven dan alleen die tulpenbollen? Ja, ik heb hem eens een broche gegeven. En die heb ik dus dezelfde heb ik voor mezelf gekocht. Je hebt een kopietje nog? Ja. En heeft hij die broche aangenomen ook, of vond hij het te duur? Nee, die heeft hij aangenomen. En een mooi bedankje heb ik naderhand van hem gehad. En regelmatig draagt hij hem. Daar heb ik dus foto en video van. Hij draagt jouw broche, ook tijdens optredens? Ja. Dan drijf je net zoals je buurvrouw waarschijnlijk helemaal weg. Nog iets verder. Dankjewel. Okay. Mooi.
Later in het programma verschijnt hij hier in levende lijf. Hij komt achter mij zingen en dan komt hij straks op deze stoel zitten. Zo dichtbij dat iedereen hem hier zal kunnen ruiken. We zullen de fans niet langer op de proef stellen. Eind oktober werd hij geridderd op Buckingham Palace. Een legende in de popmuziek is hij, want hij maakte meer dan 60 platen en cd's. Over de hele wereld werden er 240 miljoen platen en cd's van hem verkocht. En hij houdt het al 37 jaar vol in deze business. Van die 40 jaar dat hij nu bezig is, stond hij precies 30 jaar met tenminste één nummer in de Engelse hitparade. Intussen is hij wel 55, over oude vaders gesproken. We kunnen hem beter door iemand anders laten aankondigen. Want ooit is het gebeurd door die Britse komieken die als eerbetoon aan hem het nummer Living Doll met hem opnamen, The Young Ones. Dus opgelet, zij kondigen hem aan. Hier komt hij. Hey, kids! It doesn't matter what you are. Punks, skins, rastas, mod, rockers, Keith Tigran even. Thank you. Well, thanks very much for the interview. Thank you very much. Thank you very much. Good night. How does it feel to be knighted by the Queen of England? Oh, I don't think I will ever, ever become used to it. It was the most fantastic thing. It's something that I could not even dream of, because usually people are knighted who are politicians, or they're in commerce, or they're civil servants, or maybe even actors. But rock and roll singers never, so it never came into my head. So it was the most fantastic time. And the ceremony is very simple, but very, very emotional. It was wonderful. I knelt before the Queen, and she took the sword on this shoulder and went this shoulder. And then she put the award around me, and I could hardly speak, you know. I couldn't speak. We saw you at Buckingham Palace. We have a short report of it, because you came out of Buckingham Palace. There are some of your Dutch fans, I think. Yes. This is a beautiful suit you're wearing here. I hired it. You hired it? Yes. That's not true. No, it is. It's true. I hired it. It feels for real now. I mean, I knew it was true before, but now it feels real. In fact, now it's going to be for an auction. It's true. If you want to win it. I know some fans who really love to have it. Here you are with your three younger sisters. Yes, indeed. One of them has been ill, but she's fine now. Yes. And a mass audience, and there you are. Are you the Queen Mother's favorite pop singer? I don't know about the favorite, but I did a little small concert last Monday because she asked me to do it for a special party that the Queen Mother throws at St. James's Palace for all the men and women who have the Victoria Cross and the George Cross medals. They are very brave men and women, and there are only a few alive now. And I went and sang, and the Queen Mother sat in the middle, and I saw her go, congratulations. So I think she quite enjoys some of the music, but I'm sure her favorite would be Vera Lynn. Yes, of course. Now that I'm watching you, you're 55 years of age now, here is not sitting the product of sex, drugs, and rock and roll. Rock and roll, certainly. Yes. I never liked the idea that the world put sex, drugs, and rock and roll all together. It seemed to me that rock and roll, and as the years have gone by, I think I'm proven correct, that rock and roll is an art form by itself. It's as good as classical music, it's as good as opera. It's just different, and it stands by itself. And the drug scene stole it. Yes. And I've never agreed with that particular thing, so I've stayed away from it. I don't want to die because of a drug overdose, and I've never seen the need. I look at a sunset, and nobody is higher than I am. No. You're a star for 37 years now already, but you seem to hate the star syndrome. How can you cope with that paradox? I don't think I hate it. I mean, I like being recognized. You know, I like it when I come to Amsterdam and everybody goes, "Oh, recognized here." Yes. Yes. I mean, I enjoy all of that. It's that's no problem for me really. It's just that I feel sometimes in our industry, particularly perhaps in the rock and roll world, we begin to believe what people write about us, you know? And then there's the danger that we become, you know, and we feel that we are so superior to everybody else. And I think that spoils, well, in any walk of life, it doesn't work. Yeah. There are people that you don't like because they behave like that. So that side of it I don't like. But if we are careful, then we can have all the adulation and we can still remain perfectly normal, nice people. Yes,
And you still are a nice guy. And normal. Yes, yes. Because in your private life, you're even abnormally normal, I think. Well, I don't know about that. In my private life, it's quite difficult, as you know, to have a private life if you are on television and making films and doing records and things. But when I go home and the gates close, then I feel that's the only place I have in the world which is mine. And therefore, I don't have to smile at anybody. I don't have to shave, you know. And I can just be myself with my family and my friends. So I have that time always. And of course, if I want to go on a holiday and I don't want to be recognized, I go to America. Yes. They don't know me there. Yeah. Of course, they have... Some people do know you there. I know some people, but yes. not most. And the Americans have no taste. No. No, but I just said you have this sort of abnormally normal life at home because you're doing so much yourself there. You're washing the dishes. Oh, yeah. You probably even sing in the shower. Well, yes, I do sing in the shower, yes. In fact, because in the shower or any bathroom, usually the echo is really good. You know, if you have a lot of tiles and glass, it always sounds fantastic. So whenever I'm testing my voice, the best place when there's hot water and steam, it feels really good. And I enjoy that very much. And I do wash up. Yes. I came home from St. James's Palace. I was singing for the Queen Mother at about 4 o'clock in the afternoon. And at 7:30 at night, we finished eating and I did the washing up. It's no problem for me. No. But how do you manage to combine, let's say, the Christian requirements of humility with the egotism of the industry you're in? Well, there it gets more difficult because the very essence of our world is to be bigger than life, yes. Is to be large. And therefore, I guess I have to be really careful, as I said before, that I don't believe everything that people say about me. You know, if they say how fantastic I am, I can believe that because that's true. No, but you know, I have to be careful that I don't get sucked into believing about myself, making myself more superior than anybody else. And that is a difficult area. I must admit that is difficult. But if you're an actor or a singer or both, then what you do is you present something on stage that isn't really you. How was that night at Wembley for you? Because it was the first time I saw you crying on stage. Yeah, I don't often cry on stage, but I only did the two shows, and we had 6 weeks rehearsal, and the feeling at Wembley was just fantastic. And on the second night, they were filming both nights from a distance for a new video. And the first night I did it, no tears. But the second night, suddenly I thought, this is the end. After all this work and all these people came to see me and everyone was cheering and saying, we love you, Cliff. And then I got, I could hardly sing. And I didn't want them to use it. I said, couldn't you use the other night? Because I didn't weep. And they said, no, look, this is real. And people saw it, so show them. So I let it go. So they didn't listen to you? No. It's like your dog, the only one in life who doesn't obey you, doesn't he? No, that's right. Yeah. Did you recognize two of your Dutch fans standing in the first row? Because they were there the night before already. At Wembley? At Wembley. No, you know, without my glasses, I can't even see you. That's a great advantage for me. Now, empires have crumbled, but you've more or less physically and in your mind also stayed the same. How do you fight off the aging process? Oh, you can't. I mean, I think it's wrong to try and change the aging process. And so I don't worry about the aging process because it happens to everybody. And anyway, as you get older, if any of you watching this are, you know, are in your teens, I promise you, life improves. It really does get better and better. And what's more, when I see photographs of myself when I was 18, I'm really glad I did change. Yes. You know, I look like a little fat little boy. But you're still buying all the anti-wrinkle creams or not? Oh, yes. If there's like makeup rooms for television shows when I do Top of the Pops, sometimes the makeup girl will say, have you tried this new cream? I say, what is it? We write the name down. And I use one pot every night, you know. But I don't think that really is the answer. No. I always thought the words cool and collected have been invented for you because in each and every interview there was hardly something outspoken. You never said, let's say, an outrageous quote or anything like that. Well, I mean, people ask me questions and I answer them, but I suppose I could be outrageous, but it would be too clinical. It would be because I planned to be outrageous. Yes. You seem to have said, I prefer a good game of tennis to sex.
I don't remember saying that. No, but it goes for me. I may have said it in a joke, of course, but for me, if I am playing a good game of tennis, I wouldn't give it up to have sex. You know, if I'm in the middle of hitting a most fantastic cross-court backhand top spin, and somebody said to me, can you stop now and have sex, instead I say, no thanks. Well, you're now planning to play the part of a more or less erotic character in the musical Heathcliff, and the song you're going to sing now, Misunderstood Man, is the opening song of the musical. Yes, it is. It's the first song that people will hear me sing on the stage when Heathcliff comes to fruition. Great. The band is waiting for you. Okay. We are going to watch you. I don't need spectacles to see you. Despite the fact that I'm 49 now, it was a great privilege to have you here. Thanks very much, Cliff Richard. Thank you. Zo dadelijk, na de reclame, de Troscomedy Schone Schijn. Thank you very much. Dank u wel. Dat was de eerste tv-show van het nieuwe jaar. Dat was hem, de eerste tv-show van het nieuwe jaar. Volgende week zijn we er weer. Als u dan kijkt, ziet u onder andere een zeer opmerkelijke ontmoeting met Claudia Schiffer. Thanks for being with us, sir.